Ik sta vandaag in het natuurgebied van het Fryske Gee in de omgeving van Giekerk. Hier was het aan het begin van de middag nog droog. Het weer voor vanavond, nog wat regen, geleidelijk aan wegtrekkend naar het zuidoosten. Vannacht een paar buien, soms winterse buien en temperaturen 1 tot 4 graden. En de wind die komt uit het noordwesten, maar magazijn hoort langs de kust hard. Windkracht 6 à 7, windstoten in kracht 7 of 8. Dan morgen, de zon is erbij, maar ook een aantal buien. Die winterse buien nog altijd, met kans op natte sneeuw, met kans op hagel. En de temperaturen 5 tot 7 graden. De wind uit het noordwesten, matig tot krachtig. Windstoten in kracht 7 of 8, geldt voor de kustgebieden, maar wel een waarschuwing. In de avond en de nacht gaat de temperatuur terug naar min 1 tot plus 3. Op plaatsen gladheid en een winterse bui. Wel, vrijdag. De bewolking is er, wat regen, wat lichte regen, temperaturen 5 tot 7 graden, een west- tot noordwestenwind, matig tot vrij krachtig. We gaan naar het weekend, dus de vooruitzichten. Zaterdag en zondag, veel bewolking, de zon heeft het moeilijk, misschien nog een beetje regen op zaterdag, maar het droge weer heeft verreweg de overhand. En dan op maandag de zon erbij, de temperaturen deze dagen rond 7 of 8 graden. Morgen natuurlijk veel meer over het weekend weer. Ontmoet, tot morgen.